Als laatste denk ik nog even hebben over Zwarte Piet. Oh. ik heb deze statement al eerder gemaakt. Ik denk dat er nog steeds heel veel mensen zijn die het jarenlang hebben gevierd. En het gevoel hebben dat ze worden aangevallen. Door elke statement die wordt gemaakt van het is racistisch. Of de, omdat ze dan denken van shit, noem je me dus nu racistisch. Ja, ja. Mm. En er is ook een hele grote groep die wel racistisch is. Laten we dat... Sowieso. Maar ik denk dat het gesprek daarin nu best wel lang heeft geduurd. Mm-hmm. Maar waar staat het nu volgens jou? Allereerst zou ik zeggen, ik begrijp dat. Mm-hmm. We worden allemaal opgevoed in een racistisch systeem. Mm-hmm. Want ik ben ook opgevoed op school hier in Amsterdam-West met Sinterklaas en Zwarte Piet. Mm-hmm. Totdat mijn moeder me in groep 5 of 6 van school haalde. Zei, hey, we doen niet meer mee aan deze nonsens. Dus je moet je voorstellen dat generaties lang mensen zijn opgevoed met het idee van ja, dit is gewoon normaal. En dus is het heel begrijpelijk dat er mensen zijn die denken van hey, maar hoezo nu opeens? Ook kan ik ergens begrijpen dat sommige mensen een statement zoals Zwarte Piet is racisme interpreteren als jij bent een racist. Ja. Want ja, mensen hun hele identiteit zijn voor een deel opgebouwd op basis van cultuur en tradities. Mm-hmm. Wel denk ik dat het belangrijk is dat mensen goed luisteren. Dat ze zeggen, dat we niet zeggen van jij bent een racist. We zeggen dit element van deze traditie is racistisch en komt voort uit het lang verleden van kolonialisme en slavernij. Mm. Maar ook begrijp ik weer dat ze dat niet kunnen begrijpen, want ze hebben er niks over geleerd op school. Exactly. Dus mijn ervaring is dat ik heb, we geven heel veel les aan kinderen, studenten, zwart-wit, alles. En als ze bij ons komen en ik leg ze die geschiedenis uit, ik laat ze letterlijk zien van dit is hoe Zwarte Piet is ontstaan. Veel mensen weten niet eens wanneer, welk jaar. 1850 door Jan Schenkman. 13 jaar voor de afschaffing van de slavernij. In de tijd dat al die blackface minstrel shows populair werden. Mm. En je zet het na slavernij. Je laat al die beelden zien van hoe dat heeft is ontwikkeld naar een racistische karikatuur. Dan zie je gewoon het kwartje vallen. Dus als je die historische context meegeeft, is mijn ervaring dat mensen het begrijpen. Maar omdat ze die context niet meekrijgen, horen mensen vaak iets anders. Ja. Dus daarom snap ik dat het soms tijd kost. Hè? Eerst een goed gesprek. Goed gesprek, informatie. Right. Okay.